Deze aflevering in Baby Blue. Hoor je een soort zangklank in zijn helft? Gezichtsbehandeling, maar er moet wat tussendoor. Vroeger lagen we zeg maar zo hoofd aan hoofd op de bank, maar nu liggen die voeten elke keer gewoon boven. Nou, daar zitten we dan. Ja. Lekker. We gaan ons even helemaal laten vertroetelen. Lekker ons nagels laten doen. Ja, want is dat iets waar je normaal gesproken nog een beetje tijd voor hebt? Je hebt wel hele mooie nagels. Nou, ik plan daar wel tijd voor, tuurlijk. Ja? Ja. Ja, een beetje me-time? Ja, vind ik wel nodig. Ja, en anders ga je jezelf een beetje verwaarlozen. Dus ik ga nog steeds naar de kapper en mijn nagels en mijn voeten. Nee, gezichtsbehandeling. Ja, dat moet wel tussendoor. Maar je bent natuurlijk heel druk, want je hebt je eigen schema. Nou, je hebt het management van André. Ik bedoel, hoe combineer je dat allemaal? En hoe zorg je dan dat er inderdaad nog even tijd is voor je nagels? Ja, plannen. Ja, ik doe natuurlijk dat management. Ik heb het ontzettend druk, omdat hij zo... hij doet het hartstikke goed natuurlijk nu. De baby. Ik werk thuis, dus ik heb wel veel om handen, maar ik woon met mijn familie om me heen. Dus gelukkig heb ik daar wel veel oppas. En tussendoor wanneer hij slaapt, maar ik doe ook wel veel 's avonds werken als André de deur uit is. Want dan heb ik de baby slaapt, heb ik lekker rust. Ben je dan niet helemaal kapot? Ik heb echt een avond, als ik dan denk aan baby slaapt, denk ik Netflix aan, voet op de bank, klaar. Ik kom toch wel een soort van tot rust. Al zit ik dan met mijn laptop, maar dan is alles om me heen stil. Ook dat je je hoofd misschien een beetje leeg kan maken. Dus ik ontspan dan wel. Je hebt oppas genoeg. Maar dat lijkt me ook wel een lekker idee, dat je ze gewoon lekker bij je familie kan wegbrengen. Ja. En, dat die, en heb je ook nog een bepaald beeld dat je denkt, nou, op een gegeven moment gaat hij wel een keer naar bijvoorbeeld de crèche of naar het kinderdagverblijf, of ben je daar nog niet aan toe? Nog even niet. Maar hij kan nog niet recht zitten, snap je? Nee. Ja, hij is nog zo, dan zet ik hem neer en dan valt hij nog om en dan denk ik, ja, dan zit hij op zo'n kinderdagverblijf, zetten ze hem dadelijk in een box, valt hij in een licht die daar maar. Dat hij gewoon wat stabieler zit, dat zou lekker zijn. Ja, en dan kan hij ook met kindjes zitten en een beetje dingen pakken en kan spelen. Kan hij ook een beetje spelen en ook een beetje zijn eigen gangetje gaan. En nu is die motoriek, die is natuurlijk nu op gang aan het komen helemaal. Dus het is ontzettend leuk om te zien, maar we hebben wel met elkaar overlegd dat we dat na de zomervakantie, één dag in de week minimaal, even uitproberen. Even gaan doen. Spannend. Ik denk dat, en dan heb ik ook gewoon echt een dag even tijd voor jezelf. Tijd. Dat vinden wij wel gewoon lekker. Ja, ons lekker. Laten vertroetelen. Top, kom. Nu te zien bij Mommyproof TV. Sporten? Ik weet het niet hoor. Dat is echt iets wat nu gewoon niet in mijn woordenboek voorkomt. Wel? Ga weg! Je eigen campingbedje! De Passion! De Passion! En wie speel jij? Eruit, omkleden en naar de kindergarten! Check de nieuwste mommyvlog nu op Mommyproof TV. Ik heb niks erop. Ze zijn ook helemaal uit de shape. Maar gewoon een manicure. Ik vraag het altijd aan mijn vriend of hij dan even zit op de bank. Oh, kan je heel even mijn hand doen? Bij mij is het andersom hoor. Vroeger lagen we zeg maar zo hoofd aan hoofd op de bank, maar nu liggen die voeten elke keer gewoon bovenop. En doe dan ook hij gooit dan bij jou. Op mij, hè? Gooi ze niet terug. Wil je dan even kriebelen? Ja. Ik doe wel. Eén keer in twee weken komt een masseuse aan huis. Dat is en, heerlijk. Die doet het dan op je eigen bed. Dan kan je daarna gewoon lekker gaan slapen. Weet Oh, super. En had je ook tijdens je zwangerschap zo'n hele lekkere zwangerschapmassage? Ja, heb ik ook wel eens gedaan. Ook zo lekker. Ik had 2 dagen voor mijn bevalling heb ik voetreflexmassage gedaan. Ja? En, voor je bevalling? 2 dagen voor. En 2 dagen daarna ging ik bevallen. Maar ze zeggen ook dat dat weeën opwekt. Nee, waar ik altijd heel benieuwd naar ben, weet je nog het moment dat je voor het eerst zag van, oh my god, we worden ouders. Want ik vind dat altijd een hele mooie verhaal. Dus altijd op een of andere manier gebeurt dat. Tuurlijk. Dat hebben jullie dat samen bekeken? Ja. Ja, wij hebben niet op de natuurlijke manier een kind kunnen krijgen. Dus wij wisten echt precies de dag dat we mochten testen. Ja? Oh, wat spannend. En dat dan mocht dan 's ochtends vanaf 10 uur. Ja. En dan daarna moesten we ook aan het ziekenhuis laten weten of het geluk was of niet. Ja. En we lagen om 9 uur al samen zo wakker elkaar aan te kijken natuurlijk. Zit er iets? Dus toen hebben we het om 9:30 toch al gedaan. Ik had van het ziekenhuis een test meegekregen, maar ik had er zelf nog eentje besteld waar dan ook op kwam hoe lang te staan. Ja, hoe lang en het woord zwanger of niet zwanger. Dus wij stonden echt zo samen naar de strepen te staren. En toen stond André toch maar dat andere staafje ook erin.
En in één keer, ik stond naar het ene streep staren en ik hoor hem in één keer gillen, zwanger! Ja, dat was heel leuk. Oh. Dus ja, dan sta je samen te springen en tranen. Echt, hè? Ja, want dat was echt een grote wens. Ons was eigenlijk nog mooier moment toen we het horen kregen dat we een zoon kregen. Wij kregen dat per e-mail, omdat we een, niptest laten doen, omdat we naar Amerika gingen. Ja. En ik moest in die periode dat we in Amerika zouden zitten, moest ik eigenlijk naar het ziekenhuis. Omdat we niet kon hebben van tevoren een niptest gedaan. En daar in Amerika hebben we die e-mail ontvangen en toen openden we die. Ja, en dan staat er, de baby is een, en dan met grote letters stond daar een jongen. Ja, dat was onze wens. Dus toen hebben we zo staan springen en huilen en zo blij. Heb ik wel eens misbruik gemaakt van mijn zwangerschap? In de rij bij een toilet bijvoorbeeld. Ik hou het niet meer. Oh, tuurlijk. Ik was verslaafd aan pannenkoeken. Ik kon elke dag pannenkoeken eten tijdens mijn zwangerschap. Heerlijk. Ik ben voor mijn bevalling wel even naar de pedicure gegaan, want ik denk, ja, dadelijk lig ik met mijn benen in die lucht en dan staat die gynaecoloog zo naar mijn kloofhielen te kijken. Dus dat heb ik wel even gedaan, maar uiteindelijk was het niet van toepassing. Tijdens de bevalling zelf ben ik meer bezig geweest met overleven en kon niks meer schelen, nee. Ik vind het heerlijk om André met die kleine te zien. Hij is zo'n leuke papa. En voor als ze dan samen onder de douche gaan, dan smelt ik gewoon dat kopje zo tegen hem aan. En als hij hem laat schaterlachen, ja, ik vind het prachtig om te zien. Dan ben je zwanger. Ja. En toen, hoe voelde je? Had je ziek, zwak, misselijk of ging het goed? Ik had nergens last van. Ik voelde me heel goed. Alleen de laatste maand werd het wel heftig, werd het zwaar. Ja, gewoon je last en je kwaaltjes, maar tot... Tot die tijd heb ik me eigenlijk heel goed gevoeld. En in één keer ging het mis. Zijn hartje stopte bijna. Oh, wat eng. En ja, en omdat het navelstrengetje over zijn hoofd heen lag. Dat zat niet om zijn nekje, maar het lag er overheen. Ja. Dus bij iedere wee stopte eigenlijk het hartje. Op het moment dat hij eruit was, duurde het ook nog wel even voordat ik hem kon zien. Want ik ging toen pas een beetje oud, heb ik bij licht gekomen. Dus het duurde even. Maar ja, dan als je hem in je armen hebt en het eerste moment, joh. Ja, ik heb je dat, heb ik je het zo wel weer doen. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Alles. Sowieso ben ik heel dankbaar dat het gelukt is. Ja. Want dat is niet vanzelfsprekend. Fantastisch, hè? Dat ja. En de wens voor een tweede kindje is er zeker. Ja. Echt nu nog niet. Nee, maar... nee dat heb ik ook. Maar ik dacht, die twee gaan heel dicht op elkaar zitten. Naar de een komt de ander. Maar het is ook wel heerlijk om even weer een beetje je leventje op te pakken, toch? Je hormonen en je lichaam. En... Heb je het idee dat je nu na een half jaar weer een beetje je oude ik aan het worden bent? Ja, langzaamaan, zeg maar. Ja, ja. Wat is André voor kindje? Hoe is hij? Is het een vrolijk mannetje? Nee, heel vrolijk. Ja? Hij lacht alleen maar. Oh, hij lacht de hele dag. Het is echt een mixje tussen jullie twee. Hè? Ja. Het is echt, ik zie jou erin. Dit en is echt André. Ja? En die ogen op die slag, ogen die zijn mij. Echt van jou. Oh, prachtig kindje. Ja. Oeh, waar zou ik voor gaan? Dat is mooi. Dit is een beetje pastel. Ja, dat is ook mooi. Dat is niet wat het meest gebruikt. Ja. Dat zou een goede keuze zijn. Wie is André als vader? Leuk. Ja, is hij leuk? Ja. Nog leuker vaak. Ja, in het begin was hij natuurlijk de baby. Ja. Dus dan, ja, dan hebben ze de vaders niet zo heel veel aan. Nee. Maar nu, ja, nu is er zoveel contact. En dat is, ja, het is echt zo leuk. Ja. Hele dag echt zijn maatje is het. Ja, hij laat hem ook echt de hele dag door schater lachen. En ik denk dat het in de toekomst ook wel echt leuk wordt met hem en die kleine. Heerlijk, daar kan je dan echt naar uitkijken. Ja. En heeft hij, heeft André, baby André, een mooie huil? Hoor je een soort zangklank in zijn huil? Een baby huil is niet mooi. Is niet mooi, ook niet bij hem, ook niet bij de gouden strop. Zou je het leuk vinden als hij de kant van zijn vader op zou gaan en van zijn opa natuurlijk? Nou, hij mag dat helemaal zelf weten. Want ik zou het net zo goed leuk vinden als hij de kermis op gaat, want dat doet mijn familie. Gek. Dus, wat hij ook, ja, hij moet dat zelf weten. Het zijn natuurlijk ook twee aparte werelden. Ja. Dus geen één kant is. Nee, het is geen kantoorbaan nee, of zo. Dus hij groeit echt op in twee hele. Hij wordt advocaat, denk ik. Wie weet. Maar even wat anders. Nou, Monique, onze nageltjes zijn lekker gedaan. We kunnen weer even tegenaan doen. Lekker zacht. Heerlijk, lekker zacht, lekker gemasseerd. Hey, ik vond het heel leuk om je te mogen spreken voor Baby Food. En wat ook leuk is, jij mag natuurlijk lekker gaan shoppen. Dat is het al.
superleuk. Superleuk. Ja. En wij vinden het heel leuk, want jij gaat het vastleggen voor een shopvlog. En ik ben heel erg benieuwd wat je allemaal gaat shoppen. Ga ik voor doen. Die kleine, ja. Voor die kleine andere. Dat ga ik doen. Dankjewel. Leuk. Het heel graag gedaan. Heel gezellig. Wederzijds. Nou, ik vond het heel leuk. In Nederland krijg je standaard in ieder geval 2 echo's aangeboden. Eentje is rond de 10 weken, de termijn-echo. Bij de termijn-echo wordt de CRL gemeten, de crown rump length. In het Nederlands is het eigenlijk gewoon een meting van kop tot kont. Voor het eerste kindje in bad. Het is een spannend moment natuurlijk, de eerste keer. Zorg dat je de spullen weer binnen handbereik hebt. Dus zorg ervoor dat je alles klaar hebt staan. Het water lekker rond de 37 graden.